Dat doek was zelf geïnspireerd door de Galerie des Batailles, die de nieuwe Franse burgerkoning Louis-Philippe in die jaren in het paleis van Versailles liet aanbrengen ter ere van het glorierijke verleden van de Franse monarchie. Daar kwam in 1841 ook een schilderij van Charles-Philippe Larivière over Philippe le Bel bij. Je ziet hem, nauwelijks geharnast en met donkere haardos. Als een krachtige jonge man driftig inhakken op zijn tegenstanders, met een reuzengrote berg en een kerkje erop in de achtergrond, Mons-en-Pével. Louis-Philippe had in 1832 zijn dochter Louise uitgehuwelijkd aan Leopold van Saxe-Coburg, de weduwnaar van de prins van Wales en 22 jaar ouder dan Louise, om de banden met het nagelnieuwe en nog fragiele België te versterken. Het belette Leopold en zijn regering, inbegrepen de uit zijn kantin afkomstige en in luik opgegroeide Antwerpse gouverneur Charles Rogier, niet om, eentalig in het Frans, kwistig subsidies uit te delen aan de versterking van de Nederlandse taal en cultuur. Het doel was de altijd wat te gretig ogende zuiderbuur duidelijk te maken dat België meer was dan een van nature frans gebied. De keizer werd op die manier betaald. En Conscience mocht zelf, met knikkende knieën en een oude piteleer, 400 frank gaan afhalen bij Leopold op het paleis in Brussel, na zijn eerste Vlaamse roman In het Honderjaar, over de beeldenstorm van 1566. De werking van Conscience. Al die heerlijke Belgische paradoxen zitten ook in Consciences leeuw. Hij zelf was de zoon van een gewezen matroos uit Besançon in de Franche-Comté, die had gediend in Napoleons Marine. Vader Consciences ging na 1807 als burger in het toen door de Fransen ingepalmde Antwerpen zijn kennis van scheepvaart aanbieden. Hij bleef daar hangen in de armen van een Antwerpse met blauwe ogen en blonde krullen, Henri's moeder. Henri, opgevoed in het Antwerps, werd op zijn achttiende onderwijzer. Hij doseerde Frans en Nederlands in borgerhout, maar hij engageerde zich in oktober 1830 meteen voor de Belgische Revolutie, waarvan hij het chaotische nieuwe leger vijf jaar zou dienen als soldaat.